de Hillstream, ook na de waterwissel. We hebben net de beelden voor de waterwissel gezien, nu is het na de waterwissel. Er is enkel met een sponsje over de ruiten gegaan en echt waterverversd. Net geen 50%, dus het is wel een mooie wissel deze keer. Ik dacht even, als ik hem terug bijvulde, mijn waaierhand is er geweest, maar dan zag ik hem op de propeller zitten en ik hoop dat hij er nu ook zit en ik denk zijn staart al gezien gehad hebben, hier ja. Kijk eens aan, hij zit er. Ik krijg hem alleen niet scherp genoeg, naar mijn zin. Nee, het helpt niet. Even proberen een beetje meer bij te halen. Nee. In elk geval, de waaierhand dacht ik even van, hij is er geweest. Maar dan zag ik hem hier zitten. En het bleek om. En ik denk dat ze hier ligt. De pijl van de waaierhand te liggen. Hij was net verschaald. Nu, ik heb het ooit eerder gehad. En dan wou ik het jasje verwijderen en dan zeiden ze, nee, laat die gezellig zitten, want het is goed voor de andere vissen en garnalen, voornamelijk de garnalen dan, die knabbelen eraan en dat is goed voor hun wisseling van hun schelp. Dus heb ik dit deze keer wijselijk gewoon laten rondzwerven. Dit zijn dan de Chinese danio's. Hier op de stenen hebben we de Suella's. En rondom rond, tussen over door, overal waar het maar mogelijk is, de chocogarnaaltjes. Hier zit een mooi exemplaar. Hier zwemmen we er ook. En ook hier denkt iedereen lunchtime, want ik sta voor de bak. En meestal wil dat zeggen etenstijd. Nu is het een keertje filmen, dus ja, dat verschilt natuurlijk. Hier een mooi groot exemplaar van de Suella's, dat is een van de eerste dan waarschijnlijk. Ik zit ondertussen aan 6 formaten. Ook de chocogarnaaltjes, die doen het echt goed. Want die blijven ook gezellig kweken en de groep doen versterken. Enkel de waaierhanden, ja, er is er nog 1 over, maar de andere 9, ik had er 10. Telkens bij een waterwissel is er eentje ertussenuit gegaan. Dus ik durf er ook geen nieuwe bij halen. Het zijn vrij dure garnalen. En ja, ik weet ook niet wat het er mis is gegaan. Ze hadden mij gezegd te veel water, te weinig water, te warm, te koud. Ik heb echt ondertussen alles geprobeerd. Gelukkig blijft deze leven, oesterk. En de Suella's en de garnalen doen het ook goed. Enkel de Chinese danio, daar heb ik nog geen jongere van kunnen opmerken. Alhoewel, dacht ik er ook eentje, begin van het jaar, dacht ik dat ik eentje in het oog sprong, doordat hij zo klein was. Ondertussen zit hij er niet meer in. Of althans, die is ondertussen even groot. Ik ga het ook hier houden en ik zou zeggen, geniet nog van de volgende video's.
En spoedig komt er ook hier weer een video van voor en na een watermissie.